And lift off. Cue music. Bij ons in de studio, André Kuipers. Goedemorgen, André. Goedemorgen. En welkom. Om maar meteen even met de deur in huis te vallen. Heb jij een bepaald levensmotto? Geef nooit op. Geef nooit op. Dat is een mooie spreuk. Ik wil aansluitend daarop graag even een personality check met jou doen, als je het goed vindt. We hebben hier een cd. Ik roep dat hij door de NASA is ontwikkeld, maar dat kan ik nu even niet meer zeggen tegen jou. Maar hij is door wetenschappers ontwikkeld. En op die cd staan 100 liedjes, corresponderend natuurlijk met getallen 0 tot 100. En wat is het eerste getal wat nu in jouw hoofd opkomt? 5. 5, oké. Dan zegt het nu volgende muziekje iets over jouw onderbewustzijn. Ben benieuwd. Dat wat je zelf waarschijnlijk ook nog niet wist. Wat is dit dan? Ja, het klinkt vrolijk in ieder geval. Het klinkt in ieder geval vrolijk, hè? Luister of ze gaan zingen. Oh, dit is een saxofoonplaat. Oh, ja. Oh, prima. Mooi instrument. Ja, dat vind ik mooi. Op nummers met saxofoons, violen. Ja. Oké, goed verhaal. Er is natuurlijk een moment geweest dat, dat die countdown naar nul ging en dat die ruimteveer gelanceerd werd. Waar ik nou zo nieuwsgierig naar ben, is wat voel je nou? Kun je het ergens mee vergelijken, die krachten? Ja, heel veel lawaai. Hoop trillen. Je zit natuurlijk wel in de cockpit, koptelefoon op, helm op. Helm. Dus het valt mee, dat lawaai, maar je begint steeds meer te trillen. Ja. En op een gegeven moment krijg je die versnelling die op gaat treden. Het gebeurt pas een stuk hoger, hoor. Als het lucht wat dunner wordt, dan ga je echt meer versnellen. Tot 3 keer je gewicht. Dus, dan krijg je ineens een schop in je rug nog een keer. Ja, je krijgt, maar omdat het rakettrappen zijn, dan krijg je dus inderdaad een paar keer zo'n schok. En dat weet je gelukkig. Dat komt, want anders denk je dat het misgaat. Dat is als de eerste trap eraf gaat dan? Ja. Ja, oké. Okay. Ja. En dan is er een moment, dan kun je vanuit de ruimte naar de aarde kijken. Ja, dat gebeurt eigenlijk al op zo'n 80 kilometer hoogte. En dat is natuurlijk interessant voor jullie reis. Ja, inderdaad. Want dan valt bij die Soyuz de bescherming eraf. En dan kan je er buiten kijken. En dan zie je ineens het bijzondere, dat je een blauwe aan ziet met een zwart heelal ernaast. En die combinatie die is heel bijzonder. Toen had ik echt een moment, ik ben in de ruimte. En dan ben je nog een tijdje onderweg verder, hoor. Maar het wordt nog een stuk hoger. Ja. Dan zie je met je eigen ogen zie je de aarde. Ja, je bent buiten de damkring en dat zie je goed. Ja, had je ook zo op dat moment zoiets dat het een heel speciaal moment was? Ja, want daar had ik, ik had er 33 jaar op gehoopt, naartoe gewerkt. En dat is een heel bijzonder moment. Ja, hè? Zou je mensen afraden om het te doen? Absoluut niet. Ik zou het zelf ook gedaan hebben. Als ik geen astronaut was geworden, dan had ik hier alles opgezet. Hadden we een sms'je vrijdag gekregen van de heer Kuipers. Absoluut. Ja. Er is straks 1 luisteraar van Q-Music die op termijn de ruimte ingaat. Wat zou je aan deze persoon mee willen geven? Misschien dat hij zijn muziek moet meenemen, dat weet ik niet. Maar het is vooral het genieten van die vlucht. Ik bedoel, je moet vooral niks anders doen. Het is natuurlijk maar heel kort. En het uitzicht is gewoon fantastisch. Je moet heel goed beseffen waar je bent.